Ik neem graag deze gelegenheid te baat om in te gaan hoe wij als Wagner omgaan met de coronasituatie. Ons werk is het ontmoeten van mensen, dus daar hebben we wel even over moeten nadenken. Natuurlijk willen wij in de eerste plaats ons bijdrage leveren aan een zo groot mogelijke veiligheid voor iedereen. Vanuit de gedachten die daar vanuit het RIVM en de regering over zijn, is het mogelijk om onder condities van veiligheid met maximaal 30 mensen bij elkaar te komen. Dat doen wij dus ook. Onze bijeenkomsten met minder dan 30 mensen gaan in principe op een veilige locatie gewoon door. De reden dat wij dat doen is dat wij vanuit die primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen secundair een verantwoordelijkheid hebben voor onze deelnemers die een opleiding af willen maken, onze cliënten, onze docenten, onze adviseurs en onze locaties voor wie dit ook allemaal een broodwinning is. Wij respecteren hierin ieders positie. Dus op het moment dat mensen aangeven dat zij niet voelen voor een fysieke setting, om wat voor reden dan ook, zoeken wij zonder discussie met hen een digitale oplossing of een oplossing op een later moment. Nou, op deze manier proberen wij ons steentje bij te dragen aan het enerzijds zo snel mogelijk met elkaar een zo veilig mogelijke situatie te kunnen creëren in Nederland en tegelijkertijd dat iedereen dat wat hij wil, waar hij goed in is en waar hij verplicht in is, kan blijven doen. Dank u wel.